Stelt u zich eens voor dat er een technologie is zo krachtig dat die in staat is het begrip economie zoals we dat nu kennen totaal op zijn kop te zetten. Een technologie die de manier waarop bedrijven en governance systems functioneren volledig verandert op het gebied van handel, eigendom en vertrouwen. Dit bestaat al en het heet cryptocurrency. We horen het meest over Bitcoin als virtueel geld of een betalingssysteem. Wie zich verdiept in cryptocurrencies, zoals Bitcoin, komt erachter dat geld eigenlijk het topje van de ijsberg is. Het gaat namelijk om baanbrekende internettechnologie waarvan geld slechts één van de toepassingen is. Geld bestaat om handel te kunnen drijven. Handel is door de eeuwen heen complex geworden. Iedereen handelt met iedereen wereldwijd. Al die handel wordt geadministreerd in boekhoudingen. Die boekhoudingen staan op zichzelf en zijn dus vaak besloten. Daarom gebruiken we derde partijen en tussenpersonen die we vertrouwen om transacties mogelijk te maken en goed te keuren. Denk aan overheden, banken, accountants, notarissen en ook de bankbiljetten zelf. Dit noemen we trusted third parties. Dit brengt ons bij de essentie van Bitcoin. De Bitcoin software stelt een netwerk van computers in staat om via internet een gezamenlijke boekhouding bij te houden. Deze boekhouding is niet besloten of in het bezit van één partij, maar staat in één openbaar digitaal grootboek dat volledig is gedistribueerd over het netwerk. Dit noemen we de blockchain. In de blockchain staan alle transacties met bijbehorende data, tijden en ook de eigenaren daarvan, inclusief saldi. Iedere node in dat netwerk bezit een volledige kopie van de blockchain. Op basis van ingewikkelde wiskundige principes worden de transacties geverifieerd door de zogenoemde Bitcoin miners, die het grootboek onderhouden. Die wiskundige principes zorgen er ook voor dat deze nodes continu geautomatiseerd consensus bereiken over de staat van het grootboek en iedere transactie daarin. Wordt er geknoeid met een transactie, dan ontstaat er geen consensus en weigert het netwerk de transactie op te nemen in de blockchain. Dus, iedere transactie is openbaar en vele duizenden nodes zijn het erover eens dat de transactie onbetwist heeft plaatsgevonden op datum X en tijdstip Y. Alsof er een notaris bij iedere transactie zit. Zo beschikt iedereen over één gedeelde bron van waarheid, een shared single source of truth. En hierdoor kunnen we de blockchain altijd vertrouwen. Het maakt de nodes of het grootboek niets uit of een bitcoin een waarde in euro's of dollars vertegenwoordigt, of iets anders van waarde of bezit. Gebruikers kunnen dit zelf bepalen. Zo bestaat een bitcoin uit 100 miljoen eenheden. En elke eenheid is afzonderlijk te identificeren en ook afzonderlijk te programmeren. Dat betekent dat je iedere eenheid eigenschappen kunt meegeven. Je kunt een eenheid bijvoorbeeld programmeren alsof het een eurocent is, of een aandeel in een bedrijf, een kilowattuur aan energie of een digitale akte van eigendom. Hiermee gaat Bitcoin veel verder dan geld en betalingen. Een Bitcoin kan vele vormen van eigendom vertegenwoordigen. Denk aan het recht op 1000 vaten olie, spaarpunten of een stem tijdens verkiezingen. Ook kunnen we ons geldstukken slimmer maken en geldstromen automatiseren. Stel je een zorgtoeslag voor in euro's die alleen kan worden aangewend om ziektekosten mee te betalen bij gecertificeerde partijen. Of iemand zich aan de regels houdt, controleer je dan niet via het bureaucratische proces achteraf, maar je programmeert deze regels in het geld. Kortom, compliance vooraf. De eenheid kan zelfs zo geprogrammeerd zijn dat die automatisch terugkeert naar de uitgever als de ontvanger er een bepaalde tijd niets mee doet. Zo kun je geld maken dat niet kan worden opgepot. Een bedrijf kan op dezelfde manier meer controle houden op de uitgaven door budgetten voor salaris, machines, materialen en onderhoud te programmeren, zodat dat geld is geoormerkt en niet aan andere zaken uitgegeven kan worden. Door dit te automatiseren heb je veel minder bureaucratie nodig, wat enorm veel werk scheelt voor accountants, controllers en de organisatie in het algemeen. Het programmeerbare en open karakter van Bitcoin stelt ons in staat om onze financiële sector en administratieve processen compleet opnieuw op te bouwen en te innoveren, ze efficiënter en transparanter te maken en bureaucratie enorm te verminderen. Maar het gaat verder.
In een Internet of Things krijgt onze economie te maken met machines die deelnemen in het economisch verkeer. Sterker nog, ze zijn er al. Denk aan een drankautomaat of drones die pakjes bezorgen. Deze machines kennen het begrip vertrouwen niet, maar Bitcoin kent dat wel. Via Bitcoin weet de drone 100% zeker dat het pakje bij de juiste persoon aankomt en dat de betaling onbetwist heeft plaatsgevonden. En de drankautomaat kunnen we zo programmeren dat deze zelfstandig nieuwe voorraad bestelt, afrekent met de leverancier en zelf aangeeft wanneer onderhoud nodig is. U begrijpt, de mogelijkheden zijn eindeloos. Internettechnologie is disruptief en doorbreekt de status quo. Het opent markten en doorbreekt de posities van tussenpersonen continu. Bitcoin en cryptocurrencies hebben voor een paradigmaverschuiving gezorgd. Hoog tijd dus dat we deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten constructief kritisch benaderen en met open vizier samen bespreken wat de mogelijke toepassingen zijn.